Wat is realistisch? Wat kunnen we vandaag vangen? Qua aantal is het wel realistisch als je zegt dat je tussen de 10 en de 15 vissen kan gaan vangen. Ja! Wat een gek. Een visdag zonder dat Bo een vis vangt. Dat komt zelden voor, hè? Is als voetballen zonder bal. Gaan we die dubbele cijfers halen? Helemaal goed. Ja, natuurlijk. Altijd blijven dromen. Mooie aanbeving. Ja, roofmeisjes, weer een nieuwe visdag. We zitten nu echt hartje winter. We hebben gisteren de eerste sneeuw gehad, weliswaar. Vandaag is het veel aangenamer. Ik denk dat het een graadje of 7 wordt. Ik ben op pad met niemand minder dan Luc. Niet Luc Koppers dit keer, maar Luc de Groot. Ik denk dat jij wel een beetje de knapste bent van ons stel in onze roofmeister tacklemeistergroep. Ik ga niet met hem naar de disco, want dan pakt hij alles van me af. Maar vis is geen enkel probleem. Wat gaan we doen vandaag, Luc? Ja, we zijn vandaag midden in het Biesbosgebied. We gaan lekker verticalen, we gaan ook een stukje werpen. Ik heb wel een stekje waar veel brasem ligt. Daar hebben we echt wel veel mooie snoepbaarsen vandaag geplukt. En verder is het gewoon prachtig weer, dus op en top genieten. Ja, hè? Dat sowieso. Ja, want hij zit me al helemaal gek te maken. Ja, Sjoerd, de temperatuur is een beetje gezakt, dat kan altijd wel eens goed zijn. De stroom zit er goed in. En we zagen al wat signalen, dus de adrenaline gaat gier door mijn aderen heen. Ik vind het altijd wel leuk om een doelstelling te stellen, Luc. Daar heb ik vroeg op school geleerd, die moet realistisch zijn. Wat is realistisch? Wat kunnen we vandaag vangen? Qua aantal is het wel realistisch als je zegt dat je tussen de 10 en de 15 vissen kan gaan vangen. Okay. De meeste zullen wel echt wel 50 plus zijn. Hier en daar natuurlijk wel eentje van iets kleiner. Soms een uitschieter van 60, soms wel 70 centimeters. Die zien we graag. Ja, een maatje van mij heeft ook op hetzelfde stuk gewoon eentje van 83 gevangen laatst. Nee, dus het kan allemaal. Okay. Het zullen geen echte beren zijn, maar het zijn wel puntgave ronde wintervissen. Dus, met een buikje uiteraard? Juist. Ja, juist. Lekker man. Dus, het worden super mooie vissen, harde aanbeten hopelijk. Oké, wat zullen we zeggen? 10 of 15? 10. Wel een realistisch lijst. Oké, we gaan voor de 10. 10 50 plussers. Ja. Ja, oké, let's go. Nou, we zijn hier vandaag in het Biesbosgebied, echt middenin. Normaal vis ik hier altijd zomers met plugjes en ook wel verticaal. Zeker ook op snoek, er zit hier ook een supergoed snoekbestand. Alleen nu zijn we midje winter. Dus ik ben hier eigenlijk een keer per ongeluk als plan B een keer gekomen om te gaan snoekbaarzen. Dat pakte toen heel erg goed uit en sindsdien ben ik eigenlijk elke week hier wel geweest en goed gevangen. Dus, ik verwacht zeker wel een visje voor de camera te kunnen gaan houden en zeker een mooie dag ervan te maken. Ja, we gaan ze voornamelijk verticaal vangen. En eventueel op de stekken waarvan ik denk van nou, daar ligt wel wat vis opgestapeld. Dan leg ik even de boot voor anker en dan gaan we gewoon even zwerpen. Dat wil altijd ook wel goed werken. Vooral rond de school aasvis wil het altijd wel flink wat mooie vissen opleveren. Ik mag de spits afbijten. Kijk eens een mooie vis. Het is gewoon een hele mooie wintersnoepaars. Mooie harde tik, echt. Niks doen, dat zei Luc net. Zo min mogelijk met die shed bewegen. En dan is het extra mooi natuurlijk als je zo'n keiharde klap erop krijgt op 6 meter zoiets. Wel vreemd dat hij die Popeye ogen heeft. Vreemd hè? Ja. Ja, ik snap dat echt niet. Maar ja, dit zijn prachtige snoepbaarzen. Als je hier gewoon een paar van kan vangen op een dag, dan mag je er blij zijn. Met dit weer mag er weer een plontje terug. En dan gaan we er meer van vangen, hopen. Lekker man. Nou, even een stuk geverticaald net. Lange drift met de stroming mee. Veel signalen op de bodem, maar helaas, ze staan nog uit. Hebben we het idee. We zijn nu bij een soort inhammetje gekomen, tenminste een soort uitlaat van de rivier. Opening tussen de stenen, waarvan Luc zegt, joh, laten we het hier even werven proberen. We zijn nu al een tijdje bezig, ik vis nu met 10 gram, hou ik nog redelijk bodem mee.
probeer ik echt het kantje mee af te gooien. Luc is inmiddels overgeschakeld op een zwaardere loodkop, dus die gooit echt met de stroming mee. En laat hij met hele lange zweefmomenten naar beneden komen. Eens kijken wat er werkt, of het werkt. En anders gaan we gewoon weer lekker een stukje verticale, denk ik, Luc, of niet? Zeker. Stop. Eén vis, uiteraard door mij. Mag ook wel eens zeggen. Zo'n taaie dag heeft Luc nog nooit meegemaakt. Dus ja, nieuwe stek. Misschien zijn ze hier wat happiger. We houden de moed weer. Het is iets kouder aan het worden. Nooit opgeven. Nooit opgeven. Keep on hammering, Evert. Ja, geef het gewoon nog een kans natuurlijk. Ik kom echt nog wel een visje kijken. Echt wel. Ja, daar zijn we weer. Even kijken. Het heeft even geduurd. Een visdag zonder dat Bo een vis vangt. Dat komt zelden voor, hè? Is als voetballen zonder bal. Wat is het met jou, Bo? Waarom wil je al het show stelen? Kijk eens, geroutineerd. Kijk eens. Mooie vis, hoor. Zeker weten. Ja, toch op het rustige stukje. We zaten in de luwte, uit de wind, zitten lekker te praten. En ik kreeg toch het idee dat er wat gebeurde op mijn top. Dus ik draai een beetje aan en hangen. Mooie snoekbaars, wat zou die zijn? 55. Daar gaat hij. Prachtig vis. Met een plonsje. Lekker! Daar is er wakker van. Voelt Bo, wat komt hier boven? Hoppatee, gewoon weer een prima visje voor deze man. Heel mooi. Ongeveer hetzelfde formaat, denk ik. Hè? Ja, deze is. Denk ik iets langer en wat iets minder dik. Ja, ja, die vorige was wat hoger. Dat is wel weer prachtig. Maar ja, blij mee. De tweede in, ik denk, 5 minuten. Luc zag wat signalen op de fishfinder. Dus hij zei, volgens mij zit er een snoekbaars onder de boot. Dan nou, waren we alle drie natuurlijk gelijk paraat. En ik was de gelukkige. Hey, je gaat nou, oké, we zitten nu op 3 vissen. Wel. De gelukkig doelstelling ook. Van 10. Ik had er een hard hoofd in, maar dat begint toch een beetje in. Ja, en ze zijn weer gewoon allemaal goed aan de maat. Wel, hè? Ja, dat sowieso. Dat zijn ze gelukkig weer wel. Maar het is prachtig weer dus, en goed gezelschap. Dus, nou, dat horen we ook graag, Luc. Helemaal goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden, toch? Hè? Nou, we hebben net weer een stukje geverticaald. 2 visjes weer bijgevangen, leuk aan de maat. Maar nu wilden we toch nog even voor de afwisseling een stukje gaan werpen. En daar wil ik jullie graag iets over vertellen, voor het hengeltje, shed en het molentje. Het is toch weer heel anders dan het verticale. Ik gebruik voor het werpen graag een iets zachtere hengel met een wat zachtere top. Zodat je goed die shed kan meevolgen aan het topje en goed kan zien als je de bodem raakt, gaat je topje weer valt weer wat slap. Ik vis nooit met een staartrecht werpend. Nu heb ik dan een slick shed van Fox eraan. 14 grams loodkopje is voldoende, zo kan je hem toch wel mooi tegen de stroming in heel rustig binnenvissen. Dan heb je een lekker lang zweefmoment. En vooral nu het in de winter wat kouder is, die vis is passief. Dus dan is het toch wel fijn als jij die vis wat meer tijd kan geven om toe te slaan. Als molentje, ja, gewoon simpel. 2000 molentje. Het is toch belangrijk dat je een goede slip hebt. Want als je een hard aanslaat, bij een harde aanbeet, dan wil je toch wel dat die, als je hem te hard slaat, dat die lijn nog wat mee kan geven. 1/10 gevlochten lijntje, niet te dik. En ja, dat maakt voor een heel fijn setje voor het werpen met loodkopjes tot 20 gram. En Sjoerd haakt vis. Sjoerd haakt vis. Oh. Ja, sorry dat ik jullie onderbreek. Is het leuk of niet? Het is een mooi vis, ja. Ja. Kijk eens even. Oh, ja. Mooi werpend. Nou, zo begint het toch nog wat te lopen. Ja. Ja, sorry Luc dat ik je onderbrak. Je was net zo lekker bezig. Ik wilde nog zeggen van... Ik was ook wel uitgepraat, hoor. Echt? Ja, ja, ja. Jij dacht al van, hoe moet ik eindigen? Ja, nou, zo. De grootste van de dag. Ja? Ja. Nee joh. Nee, Bo had een grotere, denk ik. Ja? Ja, denk ik. Wat denk je toch? Wat denk jij, Bo? Ik denk wel dat ik een grotere had, ja. Nou, dat is vraag naar de bekende weg van jou natuurlijk. Nee joh, ik gooi even hier dit stukje uit.
En ik had er eigenlijk weinig vertrouwen in, maar, want we hadden nog geen tikje gehad. Maar toen echt een harde ram erop. Ik had hem wel een grote verwacht eigenlijk, qua drill. Maar ja, dat geeft dus ook aan dat ik behoorlijk wat plezier aan heb beleefd. Mooi om in ieder geval werpen het ook eentje te pakken. En dit stukje nog even verder uitgooien, denk ik dan maar. Nou, we zijn een tijdje verder, wel echt een hard hoofd erin, maar werpend hebben we weer een visje erbij. Luc had net een mooie aanbeet. Deze vis bleef hangen. Dus we hebben het gevoel dat het een beetje los komt op een of andere manier, maar nu is het toch weer een tijdje geleden. Maar die zon is een beetje weg nu. Die gaat wat lager staan sowieso, het licht wordt wat minder. Die vissen hebben in onze optiek nauwelijks iets gedaan vandaag, de roofvissen. Dus die moeten toch ook een keer gaan vreten. Wij eten 3 keer per dag. Nou, als het al 1 keer voor hun is, dan mag dat nu gebeuren. Dus hengel is goed vast. Laat ze maar komen. Springende snoekbaars. Even mijn hand van me uittrekken. Laat hem eens zien aan de kuik. Kijk eens. Ja. Dit is dat is hem weer. Nou, allemaal een beetje hetzelfde formaat, hè? Het scheelt allemaal niet veel. Deze was wel echt verreweg het agressiefst van allemaal. Wat is dat voor vis? Hè? Wat is dat voor vis? Snoekbaars. Snoekbaars. Ja, mooi hè? Mooi hè? Heel mooi. Nou, toeschouwers. Toeschouwers. Mooi fans. Ben er weer heel blij mee. Nummer 5. Nummer 5 van de dag. Gaan we de 10 nog halen? Ja. Ja. Zeggen ze allebei in koor. Het is gewoon exact dezelfde vis. We hebben hem even rewind gezet. Ja, deze eer, jongens. Toppa. Mooi visie. Op de staartrug. Ja. Kijk eens even. Jongens. Kijk. Nog één, nummer 4. Gaat lekker. Zonder jou, Bo. Wat zouden we zonder jou moeten? Ja. Helemaal niks. Ja, dan wordt het toch lastig. Ja. Lekker, man. Nee, mooi, man. Weer een leuk formaatje. Doet hij goed. Leuk, jongen. Doet hij goed. Doet hij echt goed. Wanneer komt jouw vis nou een keer? Oh, ik vind alles mooi wat in de boot komt. Ja, hè? Ik vind het prachtig. Ja, dan, daarbij mag gezegd worden, jij bent natuurlijk de kapitein al. Precies. Jij brengt ons op de stekken. Ja, ik heb mijn kans gehad. Ik heb hem helaas gelost. Dus ja. Er komt er vast nog wel eentje. Ik heb er alle vertrouwen in. Gaan we die dubbele cijfers halen? Helemaal goed. Ja, natuurlijk. Altijd blijven dromen. Jij wel, hè? Je blijft die moed erin houden. En je hebt geen ongelijk, man. Ja. Ja, het is gewoon lekker weer, het is goed uit te houden. Dus, fantastisch man, prachtige dag. Ik vind het helemaal geweldig. Ja! Wat een gek. Nee mensen, ik probeerde even een aanbeet te faken. Dat is niet echt gelukt. Ik kan hem nog even aan, moest even een batterijtje erin gooien. Maar hier ligt hij dan. Nummer 7. Maar het is niet die 50 plus die we wilden. Ja, ik moet even streng zijn. Nummer 6, helaas. Vang er een beetje bij. Nummer 7 toch? Dit is nummer 7. Ja, maar wat natuurlijk. Hij is wel weer boos op de sjoe. Ja. Hij ziet je kop en hij denkt. Ja, wat zou jij zijn als je een haak door je bek heen geramd krijgt? Ja, dat deed hij ook zelf, hè? Dan moet hij maar niet happen. Kijk eens even. Oh, zo'n klein visje, hoe die erop klappen, jongens. Deze was echt keihard erop. Echt dat ouderwetse. Erop. I love it. Here she goes. Was mooi, hè? Ja. Een 8 voor de afsprong, dames en heren. Precies. Helaas geen 50er, dus we moeten streng zijn. Er zijn nog 4 bij. Maar ik ga toch iets bijstellen. Ik tel hem als nummer 7. Jij ook? Als nummer 7. Zullen we dat gaan? Maar het is de doelstelling nog niet. Jammer, geen jongen. Het venijn zit in de staart, dames en heren. Is een iets mooier dan daarnet. Hoppa. Ik ben er wel heel blij mee. Vis met een kleine setje. Zou dat het zijn? We weten het niet. Het is vandaag echt moeilijk. Nou, het is wel weer hetzelfde slag. Ja. Die gaat de 50 ook niet halen. Ik ben niet minder blij om. Nee hoor. In de regen. Ja, nog een half uurtje te gaan, dames en heren. Nummer 8. Maar nog 6. Om te nog 4
gisteren van over de 50 gegaan. Kijk eens hoe agressief. Mag dan wel winter zijn, ze zijn nog steeds boos. Ja, echt. Mooi man. Kijk eens jongens, zijn we er ook blij mee. Ik hoor net Luc zeggen dat dat zelden voorkomt. Daar ben je dan extra trots op. Kijk eens van die gekke spikkeltjes. We hebben die snoekbaars hier ook. Het zijn gewoon sproetjes. Die heeft Luc ook. Dat lijkt een beetje mij. Ja. Ja, de mooiste roofvis van Nederland, hè? Ja, maar het is ook echt een prachtig vis. Ik denk dat hij de 40 niet haalt. Nee, niet. Ik denk 38 of zo, maar hij is wel echt mooi dik buikie. Mooie harde beuk erop ook. Mogen we meetellen? Tuurlijk. Tuurlijk tellen we deze mee. Voor de doelstelling helaas niet, maar ja, dat deze even de revue passeert, daar zijn we heel erg blij mee. Tuurlijk. We gaan nog even doorvissen, maar het wordt al wat donkerder. En onze cameraman is dan heel kritisch. Je zegt, laten we alvast de outro opnemen. Maar dat is ook wel een mooi einde hoor. Ik vang nog net een baars. De doelstelling, amigo. Ja. Die was realistisch. Hij is zeer realistisch. Ja. Ja. Ja, ze waren gewoon heel passief vandaag. Ja, man. Wel, heel verspreid lagen ze. Ja, de vissen die we vonden waren wel echt boos. Die waren gretig, hè? Ja, ze waren gewoon gretig. Dus. Vaak op de hoofdhaak gewoon. Dus dat zegt ook wel dat ze hem echt willen hebben. Ja, zeker. Veel signalen gezien op de visvijnen, maar gewoon niet pakken. Niet pakken. Ja, was niet de dag die je verwacht had, hè? Nee, ik had zoiets van, het kan vandaag allebei de kanten opgaan. Of echt ruk, omdat het natuurlijk zo koud is geweest de laatste tijd. Of het is gewoon omdat het vandaag wat lekkerder weer was, kan het zomaar eens even heel goed zijn. Nou ja, in de middag is het toch nog een beetje gaan lopen, gelukkig. Ja. We hebben echt tot 12 uur misschien 2 vissen gevangen. Ja, dat was echt aan. Ja, we hebben nu 9 of 10 contacten gehad en gewoon 8 vissen in de boot. Dus... En jij geen eentje, jongen, nee. Als ik het er eentje al gegund nu. Ja. Dan was het onze Luc wel. Ja. Maar hij is wel de man natuurlijk die ons op de stekken... Er is vis in de boot gekomen. Ja. Dus het is helemaal goed voor mij. Ja. Ik ben er blij mee. Oh, ik had volgens mij een klein aanbeetje. Het zou wel mooi zijn als afsluiter. Het was geen fake, echt niet. Nou ja, ik vond al met al een topdag. Lekker weer zitten ouwe horen, zoals altijd. Maar qua weer ook ideaal. Ja, we hebben dan af en toe een buitje. Maar het is niet dat ellendige weer dat we gisteren hebben gehad. Nee. Het was denk ik een graad of wat zal het zijn geweest? Ja, 7-8 wel. 7-8. Ja, ja. Af en toe zelfs een zonnetje. Dus heel voorzichtig misschien. Ja. Zien we ergens een voorjaar alweer aankomen. Ik kan niet wachten. Nou ja, Luc, ik wil je heel erg bedanken voor deze dag. Ik hoop dat we dit nog een keer over mogen doen met jou. Zeker. Jullie bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Laat even een duimpje achter. En ik zie jullie op of langs het water. Tot later. Goed.